Zo, deuren staan allemaal open. Oh, we hebben er allemaal zin in ook, Lex. Met Robijn. Ja, lekker man. Met gezelligheid allemaal. Nick zit ook weer achter de knoppen. Dag Nick. Dus Martien, kom je ook een beetje erbij? Ja, ik kom eraan. Ja, maar schiet dan ook eens een keer op. Het is altijd hetzelfde. Een beetje opschiepen hoor. Ja. NH Radio. Hallo allemaal. Nou, hier zijn we weer hoor. Keur in de middag. Zo is het. Eddie Keur. Eddie Keur is gek. Kakeltje hebben we weer, mensen. We zijn al voorgesteld. We hebben er verschrikkelijk veel zin in op deze eerste zaterdag. Natuurlijk van de maand oktober. Ja? Stoptober. Het is gebaseerd op... Ronnie Tober. Zo is het ook. Wat gaan we doen? We gaan het opleuken. Zin in? Ja! 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 Nieuwe weekend. 3 oktober 2020. Begint met Keur in de middag. Zo is het ook, vrienden, met een kakeltje vet. Lexje, daar ben je weer. Hè? Heb je een beetje leuke reacties gekregen? Ja, iedereen was enthousiast. Zo is het ook, mensen. Het is zelfs voor doven en slechthorenden deze show is hij gewoon goed te beluisteren. Ik ben nu al moe. Ja, we zijn... Zeg, heb je het debat gezien tussen Trump en Joe Biden? Heb ik er iets van meegekregen? Heb ik meegekregen. Onder andere daarover spreken we straks met Amerika-deskundige en schrijver Charles Groenhuizen. Hij heeft een nieuw boek. Ja, het is Charles Groenhuizen voor de orde. Sorry hoor. En Joe en zijn vrouw zijn Biden negatief. Dat en nog heel veel meer. Ja, wie is daar nou toch steeds? Ik ben Robert en Brink. Oh. En ik stel me zo voor, is je leven een sleur? Luister naar Keur. Een hoop mensen die stellen wel eens de vragen, wat is dit eigenlijk? Dit is Keur in de middag. Ja, zo is het ook. Hi. Ja, wie nou weer steeds? Wil je nog voor de Jeroen kijken in de vechten hier? Hey, Jeroen, hallo. Ik hou het kort. Graag. Hoe gaat het? Nou ja, goed, goed. Mooi zo. Ja. Ik had nog even een andere vraag ook. Ja. Ga je nog iets van ABBA draaien misschien vandaag? ABBA, dat zou later wel kunnen. Ja? Echt? Ja, serieus. Oh. Ja. Nou, dan zet ik de radio gewoon lekker even wat harder. Moet je doen. Ja. Nou, dat zag ik niet aankomen. Nee. Ik dacht dat je nooit zo'n fan was van ABBA. Ja, zeker, schat. Ik ben een hele grote fan. Maar niet blijven bellen, kindje, want dan word ik helemaal... Nee, niet blijven bellen. Zometeen, later in de show, komt ABBA voorbij, hoor, Lex. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. The Dancing Queen, denk ik. Maar eerst andere topmuziek van Al Stewart. Ken je hem nog? Dit is The Year of the Cat. On a morning from a boat, God.